Dames en heren. Broeders en zusters. Daar staan wij dan voor u. Wij samen. Een man. En een vrouw. Maar we staan hier niet zomaar. Nee, niet zomaar. We staan hier om te getuigen. Amen. Misschien dat u ons vroeger gekend hebt. Misschien ook niet. Noem ons maar gewoon bij onze naam. Onze voornaam. Noem mij maar Gert. En noem mij maar Hermien. En onze achternaam is Christen. Gert en Hermien Christen. Dat komt van Christus. En was ook hij niet een timmerman? Amen. En nog eens, amen. Want we hebben ons bekeerd. En daarvan getuigen wij. Ja, want vroeger... Eertijds... leidden wij een zondig bestaan. Een slecht leven. Wij zongen lichtzinnige liederen. Smartlappen. Met ongelovige teksten. Vol dubbelzinnigheden. Over de duiven op de dam. Shalalali, shalalala. En over eerbied voor grijze haren. Maar wij hadden eerbied moeten hebben voor zijn grijze haren. Ook zongen wij voor ongelovige omroepen. Zoals de... omroepen waarvan we de naam niet meer kunnen uitspreken. Nee, zoals de... omroepen die wij de rug hebben toegekeerd. Amen. Want wij geloven nu... wij hebben nagedacht... over de Bijbel. De schrift. Het woord. Wat er geschreven staat. En daarvan getuigen wij... samen. Voor de E. Oh. Met liedjes het heilige land in. En daarom, broeders en zusters... spant ook u de snaren. En laat het klinken. En nog eens klinken. En nog eens. En nog eens. Alleluia, loof de Heer. Shalalali, shalalala. Laat het klinken immer meer. Shalalali, shalalala. Halleluja, 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 halleluja.